rooms are hers. Ga weg! Nooit zonder koffie, opster. Ben je bang dat de bos te dichtbij komt? Ik ben niet bang, ik wil het gewoon niet. We swore we would travel, darling, side by side. Ja, maar jij nam een afslag met iemand half zo oud als jij. You would help each other stay in stride. Het is toch niet mijn schuld dat jij je verstand verloor? Nee, zeker niet. Maar door jouw volharding ben ik gaan zien bij wie ik echt hoor. Je had wel dood kunnen zijn. Ja, precies. Maar zo diep gaat het, jij en ik. Dat had je eerder moeten bedenken. Als ik één ding heb geleerd van die hele affaire, dan is het dat ik op mijn eigen benen moet staan en dat laat ik niet meer los. Dus als je nou alsjeblieft naar huis wil gaan en geen serenades meer of andere moves, het is te laat. Linda. Waarom probeer je mij van een abortus af te houden? Of hoop je dat ik alsnog dankbaar en gezellig bij jou op de bank kom zitten? Ik heb geen bank. Ja, een goed gevulde op de Bahama's. Ik wil dat het jouw keuze is of je het kind wel of niet houdt. Dat is het toch, als ik het weg laat halen zonder Anton in te lichten? Ik vind van niet. Jij wil dat ik mijn keuze niet afhankelijk maak van hem. En dat is precies wat je nu doet. Jij wil hem niet confronteren, omdat je vindt dat hij voor jou moet kiezen zonder de druk van een zwangerschap te voelen. En dus laat je het weghalen zonder het hem te vertellen. En weer speelt Anton de hoofdrol. Ja, ik hou van hem. Vind je het gek? Van hem weet ik tenminste dat het een goede vader is. Ik weet helemaal niet of ik wel voor een kind kan zorgen. Dat kun jij prima. Dat kind komt niets tekort bij jou. Oh nee? Wie wil er nou een kind zijn van een laaggeletterde, slecht verdienende... Ja, laat je zelfvertrouwen niet kapot maken door deze man. Jij kunt prima een kind opvoeden. En je maakt je eigen keuze en je gaat hem vertellen wat er aan de hand is.